De drie perfecte bewegingsbanen voor een optimale borstworkout binnen het calisthenics. Goedendag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag gaan we het hebben over de perfecte borsttraining binnen het calisthenics. Nou, waar je rekening mee moet houden is dat je borst uit drie gedeelten bestaat. Maar als eerste, welke beweging doet je borst nou eigenlijk? Nou, eigenlijk de enige beweging die je borst echt goed doet, is je arm van buiten naar binnen toe bewegen. Dus adductie, naar binnen toe bewegen. Dan heeft je borstspier drie verschillende richtingen spiervezels. En belangrijk is bij trainen dat je die spiervezels, welke oefening je dan ook doet, dat je die verlengt en verkort. In dit geval dus de borstspier. Dus het onderste gedeelte van je borstspier loopt eigenlijk verticaal. Het middelste gedeelte van je borstspier loopt eigenlijk horizontaal. En het bovenste gedeelte loopt eigenlijk wat meer verticaal. Dus het onderste gedeelte loopt van je bovenarm naar beneden toe. Het middelste gedeelte loopt van je bovenarm en hecht aan op je borstbeen. En het bovenste gedeelte gaat van je bovenarm richting je sleutelbeen. Dus in die drie richtingen, naar beneden, verticaal, horizontaal voor het midden en eigenlijk omhoog of deze beweging maken voor de bovenkant van je borstspier. Nou, en daar kun je de volgende drie oefeningen heel goed voor gebruiken. Natuurlijk zijn er meerdere oefeningen die dezelfde bewegingsbaan hebben, zoals bijvoorbeeld flies of naar beneden drukken of flies naar beneden, flies omhoog. Alle oefeningen die deze bewegingsbanen doen, kun je prima doen natuurlijk. Ik licht er nu drie oefeningen uit die binnen het calisthenics veel gebruikt worden, waarmee je optimaal deze borstspier kan trainen. Nou, de eerste oefening is de push-up, de standaard push-up. Die je kan upgraden naar een push-up, zoals ik dat noem, 2.0. Waarbij je bovenin compleet uitstrekt. Daar heb ik eerder een video over gemaakt. Mocht je die gemist hebben, die zal ik hier nog even linken. Maar belangrijk is dat je als je uitduwt, dat je voor je gevoel je handen naar elkaar toe knijpt. Dat lukt natuurlijk niet omdat ze op de grond staan, maar die beweging doe je wel. En dan krijg je dus weer die beweging van je borstspier, van je arm van buiten naar binnen brengen. En bovenin strek ik helemaal uit, waarbij je je serratus ook nog verder aanspant en dus een optimale contractie kan krijgen in je borstspier. De tweede oefening die je hier krijgt, is eigenlijk meer voor de bovenkant van je borstspier. Dat is de decline push-up. Dus zorg ervoor dat je daar met je voeten op een goede verhoging staat, waardoor je met je hoofd flink naar beneden staat. Dat is belangrijk. Zorg ervoor dat als je hier naar beneden zakt, dat je niet in je onderrug gaat hangen. Dus dat je kont het liefst ietsje omhoog wijst. Voor de rest is hij exact hetzelfde. Helemaal doorzakken, schouderbladen kantelen naar achteren toe en bovenin strek je compleet uit. En ook weer knijp je je handen naar elkaar toe om een maximale contractie in je borstspier te krijgen. En dan met name aan de bovenkant van je borstspier. Nou, dan hebben we de midden van de borstspier gehad, de bovenkant van de borstspier hebben we gehad en nu krijgen we dus nog de onderkant van de borstspier. En dat kun je doen met chest dips. Wat je hier ziet is dat ik iets naar voren kantel, dus een lichte hoek in mijn bovenlijf heb, ongeveer 30, 35 graden, waardoor je de optimale positie hebt om de onderkant van je borstspier te trainen. Ik zak wel hier wel heel erg ver door. Als dat niet lukt, hier moet je een goede schoudermobiliteit voor hebben. Mocht dat niet lukken, zak gewoon door tot 90 graden en doe daar vandaan die beweging. Maar zorg dat je die hoek in het bovenlichaam altijd hetzelfde houdt. Op het moment dat je meer rechtop komt, ga je wat meer van je borstspier af en wat meer naar je triceps. En het verschil tussen deze chest dip en een gewone dip, daar ga ik nog een andere video over maken. Ik hoop dat dit duidelijk is. De drie perfecte bewegingsbanen voor een optimale borstworkout binnen het calisthenics. De onderkant, het midden en de bovenkant heb je gebruikt. En mocht je vragen hebben, hoor ik het graag. Vond je deze video leuk? Geef een like, geef een duimpje en abonneer je vooral op het YouTube kanaal van Bodyproof Calisthenics. Mijn naam is Martin Kokken vanuit de gym Houten. Tot de volgende keer.